We staan hier bij de kamer van Meili Vos, PvdA-kamerlid. Volgens mij een hele hedonistische dame. Die gaan wij de Calvijn-test afleggen en kijken hoe ze daarop scoort. En ik denk dat ze heel erg laag scoort. Kees van der Laan. Meili. Trouw. Vos, ik ben van de afdeling Champagne-socialisten bij de PvdA. Wij drinken overigens Prosecco, maar morgen had toch wel graag drinken. Dus je bent geen biefstuk-socialist zoals dat vroeger? Nee, ik ben geen bread-and-butter-socialist. Ik gun iedereen zo'n glaas champagne op zijn tijd. En dan ook echt iedereen, ook de SP. Oké, nou dat is mooi. Nou, laten we maar eens gaan proberen. Kinderen streng opvoeden bereidt ze goed voor op het leven. Oneens. Je moet ze dingen uitleggen. Maar goed, wat zegt Calvijn? Wie zijn kind lief heeft, tuchtigheid. Och, ja, nee, maar dat is dus wat ik van mijn vader meekreeg. Ja. Klappen. Ik hou van je, ik kreeg wel klappen op je billen. Ik geniet van lekker luxe eten, dat mag wat kosten. Eens. Ja, een koppertje. Ja. Een koppertje, ja. Dat mag niet van de SP, hè? Ik had laatst Ronald van Raak, ja, die dus een stukje over mij schreef dat ik toch heel fout was als champagne-socialist. Voor elk dilemma bestaat uiteindelijk maar één juiste oplossing. Oneens. Dat vind ik dus echt zo. Weet je, dat er maar één oplossing voor alles is. Dat vind ik dogmatisch. Dat vind ik, nou, calvinistisch misschien. Ik schiet altijd kort tegenover God. Dat gaat natuurlijk vanuit dat je in God gelooft. Ja. Nou ja, dat doe ik. Maar ja, dat klopt. Hoe geef je daar invulling aan? Dat je in God gelooft? Doe je er iets mee? Of is dat puur voor jezelf? Ga je wel eens naar een kerk? Ja, ik ga naar een kerk. Ik ben lid van de Presbyterian Church in Amsterdam. Dat is op Begijnhof. Dat is eigenlijk gelinkt aan de hervormde kerk in Nederland. Ga ik heel regelmatig heen. Dat is voor mezelf heel goed. Het is op zich redelijk egoïstisch, omdat ik daar zelf net tot rust kom, kan mediteren. En het is ook gewoon goed om daar continu de andere gezichtspunten te horen. Het zijn meestal van die preken die iets te maken hebben met de wereld en samenleving. Ik wil niet zeggen dat ze politiek zijn, maar. Dus voor mijzelf was het heel belangrijk. En ja, je schiet altijd tekort, maar ja, wat ik net al zei, er is altijd vergeving. Ik laat mijn emoties de vrije lopen waar anderen bij zijn. Dat hangt een beetje vanaf. In de kleine kring natuurlijk wel. Ja. Maar niet hier niet in de kamer. Nee. Als je emotioneel bent, dan ben je zwak natuurlijk. Ja, ook dat. Zeg maar, het is politiek niet echt handig om je te doelen. Ja. Alleen als mannen huilen, Jan Pronk, dan in één keer vinden we dat ontzettend stoer. Ja. Het maken van uitzonderingen op regels verzwakt de regels. Ja, ben ik het wel eens. Dat is een ontzettend lastige vraag. Ik bedoel, soms klopt de regel gewoon niet meer. Ik zeg gewoon oneens. Ik brand wel eens een kaarsje voor overledenen. Oneens, ik brand nooit kaars. Ik ben niet zo romantisch. Denk je wel eens aan overledenen? Ja. Ja, maar daar hoef ik geen kaars. Daar heb ik geen kaarsje voor nodig. En wie denk jij dan het meest? Mijn vader. Die stijve calvinist? Ja. Nou, we nemen die dus zo graag katholiek had willen zijn. Mijn vader die worstelde met het calvinisme. En David, zeg maar, koning David was natuurlijk zijn held. Ja. Een hele stoere man die echt van alles wil en kon, maar continu in de fout ging. Hij ging vreemd en hij dronk te veel. Dan was hij weer depressief. Dan zat hij weer ergens in zijn eentje in een spelonk te tokkelen. Inspiratie, heel veel psalmen heeft hij geschreven. Dat was mijn vaders favoriete figuur en ik begrijp dat heel goed. Okay. Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd verwerpelijk. Oneens. Dat Waarom? Is juist heel erg goed. Nou, het is heel erg goed om af en toe de Kamer, wij, ik zeg het even als Kamer, te confronteren met dat sommige wetten misschien wel eens ouderwets zijn of niet werken of dat dat beter had gekund. Ik ben heel vaak burgerlijk ongehoorzaam met verkeer. Weet je, dan staat er zo'n kruispunt waarvan ik ook wel donders goed weet van hoe dat in elkaar zit. Maar ik vind dat je, wij zijn zo alles aan het dichtregelen. En als je als mens in het verkeer wil rijden, dan is soms stoplichtloze en bordloze kruispunten wegen zijn veel beter. Dus ik rijd ook gewoon vaak door rood. Dus je gaat door het rood, zonder licht. En ik kreeg vorige week nog een boete van een hele aardige agent. Die dus ontdekte van, goh, woon je in de Willemstraat? Ben ik geboren? Leuk gesprek, maar ik kreeg wel een boete. Wanneer ik leuke dingen zie, wil ik daar best geld voor lenen. Ook als ik die spullen niet echt nodig heb. Oneens. Mensen moeten niet lenen. Lenen kost hartstikke veel geld. Dat Calvinist dat toevallig ook niet, dat vind ik heel prachtig. Maar dat heeft wat mij betreft niks met Calvinisme te maken. Met een hypotheek? Ja, maar dat vind ik anders. Omdat het goed geregeld is. Het is goed geregeld. Ja. En je kunt toch nooit een huis. Niemand is in staat om gewoon echt genoeg geld voor een huis. Zeker een huis te doen zijn dankzij de hypotheekrente aftrekken overigens. Je mag best genieten. Je moet juist genieten van seks. Wat is dat nou weer voor iets raars? Ons voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, die had daar ook een heel mooi verhaal over. Juist omdat ze zo tegen al die rare seksuele aberraties in ontwikkelingslanden kwam.
had gezegd, ja, het voor een gezonde relatie, 3 keer per week seks minstens, doe ik ook. En dat zei onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardennen, volgens mij katholiek. Ja. Dat houdt je relatie gezond en voor allerlei andere dingen ook heel goed. Ja. Ik heb er toch alsnog een C-factor van 53%. Ik had mezelf eigenlijk wat hoger ingeschat. Hoger? Nou, omdat ik natuurlijk wel... Ik heb natuurlijk zo'n jeugd gehad en ik weet wel dat ik... Je gaat naar de kerk. Ja. Dus ook typische PvdA-uitslag, hè? 50-50. Ja. Dus je zit bij een goede partij. Ja.